Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Um, ik, uh, zoals je ziet, mijn haar is aangehaald en ik kom net uit de douche, omdat ik um, um, vandaag de tijd eigenlijk, uh, genomen heb om mijn huis nog eens heel goed te poetsen. Uh, mijn kinderen zijn bij een vader en dat geeft mij dat de ruimte om helemaal in mijn flow te gaan en uh, mijn, ja. Mijn energie te volgen. En um, dat deed me eigenlijk denken aan. Um, het, het. Hoe zeg je dat? Het thema, de, het idee rond uh, authenticiteit. Um, want je, je ziet mensen heel veel delen uh, op sociale media van hun reizen, en ik heb ook al zo'n dingen gedeeld, uh, maar altijd met een hoorliggende bedoeling, namelijk informatie rond de vlammen. Uh, uh, meegeven. En um, daarnet in de badkamer was ik aan het denken van eigenlijk zoveel mensen delen um, op sociale media alleen maar de goede momenten. Ik heb op sociale media al heel veel uh, van mijn mindere momenten ook gedeeld. Um, um, momenten waarop ik het lastig had, momenten waarop ik niet goed wist van um, hoe ga ik um, uh, eten kopen, momenten waarop ik tegen dingen aanloop met overheden, uh, ja, noem het maar op. Um, ik deel die dingen. En um, daarmee dacht ik van, eigenlijk had ik vandaag moeten een video maken, terwijl ik aan het poetsen was, maar ik had er niet aan gedacht. Omdat dat hoort er ook bij, bij een, het leven dat ik leid vanuit een hogere energie. Al die 3D-dingen, die, die gaan niet weg. Ja, en ik kan ervoor kiezen om ze uit te besteden, en er zijn... Periodes geweest waarin ik dat ook gedaan heb. waarin ik mensen um, via het systeem van dienstchecks uh, kom, liet uh, mijn huis helpen poetsen. Alleen het probleem daarmee is dat um, ja, die mensen hebben ook altijd hun eigen energie mee, hun eigen ballast. En als healer merkte ik dat ook al was mijn huizen gepoetst, dat het mij eigenlijk meer kwaad deed dan dat het mij goed deed. En um, waarom deel ik dat nu ook? Omdat het eigenlijk. Energie is zo krachtig. Energie is zo iets speciaals. Is heel moeilijk uit te leggen. Daarom heb ik die sessies met Oda ook gedaan, met een aantal mensen. Omdat mijn paard Oda heeft mij al zoveel dingen laten ervaren. Waardoor dat ik nog meer versterkt ben, uh, ben in het. Uh, en de overtuiging die ik eigenlijk al had, dat energie, alles begint met energie en alles eindigt met energie. Um, alles wat je ziet, van de spaats voor in mijn haar bijvoorbeeld, uh, of het kleedje dat ik aan heb, of, of de stoelen hier, of de keuken, de zeten, alles, de gordijnen achter mij. Ooit is dat ontstaan. Ooit was dat een energie bij iemand, een idee. Waardoor dat ze dan de, door de gerichte attentie en de gerichte focus daarop, dat ze dat in het fysieke gebracht hebben. En dan daarom in, in, de, in de cyclus waar we eigenlijk nu ingestapt zijn, dan is het des te belangrijker, en zeker met de um, groei, ik zou bijna zeggen de overgroei aan uh, apps en technieken die gebruikt worden do, uh, door middel van artificiële intelligentie. Um, is het nog zo belangrijker dat we gaan vertrouwen op onze intuïtie? Want sommige dingen zien er zo levensrecht uit, maar als je afgestemd bent op jezelf en op het hoger, dus op je energie vertrouwt en de kleine nuances is in je energie, dan ga je perfect weten wat hetgeen waar je naar nou kijkt, of hetgeen je in een telefoon hebt, of wat dat ook maar is. Of dat dat um, iets artificieels is, dus iets gecreëerd is via computer. Of dat dat inderdaad een fysiek persoon is met een ziel in. Want artificiële intelligentie, dat is eigenlijk een hele, hele slelle, slimme, slimme computer die supersnel alle informatie kan verzamelen en daaruit een, 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 een soort van samenvatting kan geven met de punten waar je moet weten en die belangrijk zijn voor jou. Maar daar zit geen ziel in. Daar zit geen sol in. En wanneer je authentiek bent, dan deel je eigenlijk dingen vanuit jouw ziel, vanuit jouw soul, vanuit de kernessentie die je bent. En dat is beangstigend. Moet ik boeren laten? En boeren laten heeft ook te maken met angsten loslaten. Dat is beangstigend, omdat wanneer mensen jou zouden afwijzen omdat jij jouw authentieke ziel deelt, jouw jou essentie deelt, ja, dan, dan doet dat inderdaad pijn. Dan um, um, ga je door die schaduwen van je eigen hier En niet van het hier door die mensen, maar door het feit dat het er eigenlijk al, al, al geweest is. Ik ga me daar even achteruit doen, want het is nog nat en dat begint mij te irriteren. Um, dus, ik zou zeggen: van, um, ga eens kijken voor jezelf. In welke relaties, met wie? Ook al is het maar met één persoon kan je echt volledig authentiek jezelf zijn. Kan je volledig de essentie dat je bent, de ziel dat jij bent, delen met die andere persoon, wetende dat je misschien die andere mensen gaat triggeren, dat je misschien dingen gaat zeggen waardoor dat zij in hun schaduw geduwd worden, maar dat je ook weet van, zij weten dat ook, dat het hun schaduwen zijn. En dat daarom niet. Dat is geen vrijgeleide om gewoon, uh, overal blunt met je, je advies te geven en je waarheid te spreken. Dat is zeker niet uh, um, het geval, want eigenlijk is dat een teken van de, een vervormde vrouwelijke energie. Om je niet vertrouwt dat de anderen de dingen uh, gaan weten, dat de anderen uh, er zelf al gaan uitkomen. Uh, dat is ook zoiets wat ik um, zelf ook heb moeten leren en een stuk in mezelf heb moeten healen. Uh, ook zeker als schilder was dat nog moeilijker, omdat je het potentieel en de kracht en de essentie ziet van de mensen om jou heen, klanten en geen klanten, hè? vrienden, kennissen, maakt niet uit. Um, maar zolang dat ze niet in staat zijn om de diepte van zichzelf te omarmen en in de diepte van hun schaduw te gaan, dan is dat maar tot op dat niveau dat zij bereid zijn te gaan, dat ze ook tot maar op dat niveau met jou kunnen verbinden. Dus dat zijn dan ook vaak mensen waarin dat je niet um, die hele authentieke relatie kan gaan vormgeven. Net omdat je jezelf niet kan zijn, ik kan je volledig jezelf niet gaan tonen. Nu, dat gezegd zeende, denk ik dat ik het belangrijkste gedeelte heb. Ik word hier ambiteerd door een vlieg. Fly fly away. Um, ik ga straks nog een paar video's opnemen, denk ik. Ik heb de inspiratie en energie vandaag, dus dan gaan we dat doen. Uh, maar dus kortweg, denk eens voor jezelf, nou, hoe zit het met je relaties? Hoe zit het, um, hoe, in de verre ken je jouw eigen authenticiteit, je eigen ziel? Um, en heb je al een manier gevonden om um, die stukken en die schaduwen die naar boven komen, om die te helen? En daarvoor werk ik uh, met de universele vlammen. Universele vlammen is eigenlijk een healing techniek. Die uh, afkomstig is van de Arthurische familie. Uh, mijn Arthurische familie. Um, en dat is eigenlijk de hoofdreden waarom ik hier op aarde rondloop. Om die informatie en kennis ervoor rond te verspreiden. Um, om de codes ervan te, te activeren bij mensen. Zodat zij kunnen ook verder mee helpen verspreiden. Dus als je dat wilt. En als je zelf wilt, een coach of lichtwerker of healer of hoe je dit ook wil noemen bent. En je, je voelt je ook geroepen om uiteindelijk de... De, de informatie van de vlammen te gaan verspreiden. Dan zou ik zeggen. Um, begin dan eerst en vast met het programma van de universele vlammen te volgen. Omdat, en ik weet, er zijn heel veel mensen die mij me gecontacteerd hebben, die dat willen, uh, maar ze zijn niet bereid om de initiaties en de activaties van de zeven hoofdvlammen te volgen. Um, geloof mij, mij maakt het niet uit wie dat wat allemaal wel doet. Maar wat ik wel heel duidelijk doorgekregen heb van mijn team van Mr. Kutumi, is dat het belangrijk is dat die mensen eerst die activaties volgen, vooraleer dat ze dan verder um, met het verspreiden van de vlammen gaan. Omdat in die, in, in die activaties codes zitten die nodig zijn om geactiveerd te worden, dus geankerd te worden in je jou, energieveld, zodat je het dan kan gaan activeren bij anderen. Nu, ik ga daar hier nu niet op, uh, op, op, dieper op ingaan, want niet iedereen um, is een verspreider, of een, misschien moet ik zelfs zeggen een bewaker van de universele vlammen. En dat is oké, okay. dat is ook volledig compleet normaal als ik het zo kan zijn. Um, maar dat dus voel je geroepen of twijfelen of dat jij misschien wel zo iemand bent, uh, maar je, je kunt om een of andere reden de vlammen nog niet voelen, volgen of gevoeld hebben en niet klaar bent of wat dan ook. Uh, stuur mij gerust een mailtje via de website, via de contactpagina of zet een berichtje onderaan de video. En dan ga ik je uh, zeker van antwoord zijn. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik ga mij een koffie maken en dan zie ik je in de volgende video. Daag!